Zo, in deze video tonen we hoe dat we met sorteren onze bibliografieën kunnen beheren. Het eerste wat je daarvoor moet doen is uiteraard de Zotero software gaan installeren. En die vind je onder zotero.org. Dus als je daar naartoe surft, dan vind je hier de homepage met wat uitleg, ook een aantal instructiefilmpjes ga je daarop vinden. En uiteraard de download sectie. Dus ik ga daar even naartoe. En ik toon wat je eigenlijk nodig hebt. Dus wanneer je Firefox gebruikt, kan je Zotero onder Firefox gebruiken. Maar in de andere gevallen ga je wellicht met de standalone connector werken. Hier de Zotero connector voor Google Chrome bijvoorbeeld, die je dan kan installeren onder Chrome. Dat gaat onmiddellijk uitgevoerd worden als je dat aanklikt. Of voor Safari. En daarnaast natuurlijk de standalone Zotero software die je kan gaan downloaden. En die installeert eigenlijk ook al de word-processor plugins voor je PC. Dus je downloadt de standalone, je installeert dat. Je kan zowel op Windows als op Mac. En dan ga je eigenlijk, als je het bijvoorbeeld op Windows start, krijg je zo de Zotero-toepassing, die gewoon als een PC-toepassing op je PC draait. Eenmaal de software geïnstalleerd, kan je natuurlijk aan de slag. Nu, het is ook van belang dat je bij Zotero ook een account neemt, zodat je je gegevens online in de cloud kan synchroniseren. Dus ik heb hier ook een account Vetrij. Dat betekent dat ik hier online ook mijn hele bibliotheek vind. En deze bibliotheek vanuit verschillende toestellen kan gaan bereiken. En u ziet, het is zo'n typische social software site waar je allerlei tags gaat hebben, naar gelang wat je allemaal in je collectie hebt zitten, om dan gemakkelijk te kunnen zoeken. Maar stel dat we nu terug naar onze bibliotheekletteren gaan. Ik ben hier zo bib.artskleuven.be. En we gaan wat zoeken in de databanken en dan de records naar Zotero overbrengen. Nu, ik werk hier van afstand, dus ik ga even inloggen voor thuiswerk. Dus ik start hier een sessie op en u ziet hier mijn sessie verschijnt. Normaal wordt uiteraard je userid en paswoord gevraagd, maar ik was hier reeds tevoren ingelogd, enkele ogenblikken geleden. Dus mijn sessie is gestart en dan kan ik eigenlijk van thuis uit ook net zo goed aan die digitale bibliotheek. Ik ga weer misschien de selectie wijzigen. Kan ik hier doen, hè, door een geschikte collectie te nemen, bijvoorbeeld in ons geval culturele studies, hè, of wetenschap en archeologie, naar gelang je keuze. Ik ga zelf even teruggaan naar de belangrijkste records. En dus we selecteren nu de belangrijkste records. En ik ga dan daar JSTOR kiezen. Dus we gaan hier naar beneden bladeren en we kiezen voor de JSTOR databank. Dus hier kunnen we alweer een zoekopdracht starten. Stel dat we Dostojevski zoeken. Ik zal misschien de schrijfwijze met een Y nemen en ik zoek in JSTOR. Krijg ik hier heel wat artikels. Uiteraard kan ik mijn zoekopdrachten in JSTOR wat verfijnen. Dit is nu een vrij simplistische manier van zoeken, uiteraard, maar je kan uiteraard de volle kracht van JSTOR gebruiken om precies te vinden wat je zoekt. En stel dat ik hier een aantal artikels selecteer waarvan ook een fulltekst beschikbaar is. Dus ik zal er een viertal selecteren. Dan kan ik die ook weer gaan exporteren. Nu, eens ik een Zotero standalone geïnstalleerd heb, dan zal Zotero
de export onderscheppen. Dus stel dat ik hier de RIS-file, de Reference Manager formaat, aanklik, dan zie je hier dat er een bestand Citations RIS wordt gedownload. Wanneer ik dit nu ga openen, dan krijg ik eigenlijk een venstertje van Zotero waarin hij zegt, wilt u dat eigenlijk gaan importeren? En de objecten zullen aan een nieuwe verzameling worden toegevoegd. Dus ik doe hier OK. En ik kom hier in mijn Zotero en onmiddellijk heb ik hier de objecten die ik geselecteerd had. U ziet dat de informatie perfect gecapteerd werd uit deze databank. En u krijgt ook de verwijzingen erbij. Dus op die manier kan u dus ook de bron vinden waar u het vandaan hebt. En krijgt u de documenten als volgt te zien. Willen we nu deze records gaan... U ziet, dat mapje heet nu Citations 2, maar ik kan dat uiteraard hernoemen. Ik kan de naam van deze verzameling wijzigen en ik noem dat bijvoorbeeld Dostoevsky. En hier heb ik natuurlijk heel veel mogelijkheden om daarmee te werken. Ik kan die labels naar believen ordenen, ik kan daar subfolders maken enzovoorts. Wat kunnen we natuurlijk ook, dat is onze records dan selecteren en die gaan uitvoeren als een bibliografie. Dus ik kan hier een bibliografie aanmaken van de geselecteerde objecten en hier een selectie maken van de stijl die ik wens. Ik ga nu even de Chicago Manual of Style Author date nemen als standaard export. En ik ga het gewoon naar het klembord kopiëren. Oké. Dus het zit nu in mijn klembord. Ik ga bijvoorbeeld Word openen. En ik zal even zorgen dat Word hier zichtbaar wordt. En dus eenmaal hier in Word zijnde, kan ik de gegevens gaan plakken. En dus nu heb ik een export in bibliografisch formaat en u ziet dat dat bijzonder correct is verlopen in de Chicago-stijl. En dit kan ik uiteraard gaan opslaan. Je ziet hier dat hier ook een Add-ins knop staat en daar vind je de Zotero plugin eigenlijk die toelaat om rechtstreeks vanuit Zotero ook records in te voeren. We gaan dat even tonen, dus we gaan een nieuw document maken en we hebben hier een stukje tekst dat we aan het typen zijn. En we willen hier een referentie gaan maken. Dus we gaan naar Add-ins en dan kan je hier Insert Citation gaan doen. Je kan natuurlijk ook eerst even gaan kijken. Je kan een volledige bibliografie inlassen, maar je kan ook je settings gaan instellen. Bijvoorbeeld hier op Chicago Manual of Style Author Date. Dat ga ik hier zo houden. U ziet dat wanneer u zou kiezen voor Note, Chicago Manual of Style met een note bij, dan kan je gaan kiezen of je voetnoten of eindnoten wil. Maar ik ga nu Author Date nemen, oké. En ik ga nu Insert Citation doen. En nu typ ik een titel of een auteur. Nu, auteur zal... Maar goed, ik zoek naar Dostojevski. Stel dat het hier dit is, dan kan ik dat aanduiden en krijg ik de juiste referentie.
En als ik enter doe, dan komt dat hier uit. Nu, onderaan kan ik dan, het werkt lichtjes anders als bij EndNote, kan ik dan hier, stel dat ik een nieuw blad begin en ik wil hier mijn bibliografie hebben, dan kan ik hier onderaan de bibliografie van dit artikel gaan plakken en dan krijg ik de verwijzing naar dat artikel. Dus dit is eigenlijk de werkwijze in Zotero, zeer gelijkend natuurlijk met die van EndNoteWeb, maar toch in details een beetje anders.